alles goed gaat, heb ik nu live verbinding met Cas Goossens. Meneer Goossens, goeienacht. Zeg Cas Goossens, dag manneke, hoe is het? Dag meneer Goossens, ja, heel erg goed. Hoe komt het dat u nog wakker bent? Ja, luister, manneke, ik hou van tv. Ik zie Niel Geren tv en dat mensen die boeven op tv, mensen die hun eigen een ongeluk vreten op tv, ik zie niks liever. Dus wat dat gillen van de avond al in alle hoeber het geslagen, wat dat gillen al in binnen gespeeld, dat is ongelooflijk, manneke. Hielder pizza's, kees met ook wafeltjes en zo. Ik zie Niel Geren en dan die smoothies met vodka en zo. Ik zie niks liever eigenlijk dan dat. Ik vind dat een soort natuurdocumentair, zal ik maar zeggen. Ik zie dat Niel Geren. U kan eigenlijk niet stoppen met kijken naar Music for Life. Ja, u bent verslaafd aan Music for Life. Ik snap het. Zo kan ik het samenvatten. Music for Life. Ik zie hem van 's morgens tot 's avonds en ik vind het een ongelooflijk schoon initiatief. Ja, alleen meneer Goossens, dat is eigenlijk straf hè, dat u nog wakker bent. Het jaar loopt op zijn einde, meneer Goossens. Hoe was 2015 voor u? Ja, luister, 2015. Het is geen gemakkelijk jaar geweest. Het is een jaar geweest vol met grote drama's en tragische gebeurtenissen. Lampedusa, Parijs, K3, zoek K3. Het is allemaal niet gemakkelijk geweest. Maar als je uiteindelijk het grootste probleem van deze tijd, van deze tijdsvak, van deze moment in een tijdsgeest, dat is ons meer. Kerst, dat is allemaal war, Lampedusa, Parijs, K3, zoek K3. Maar daar gaat het niet over, Kerst. Het enige echt groot probleem voor de mensen op dit moment is wat gaan weten met Kerstavond. Dat is al waar het over gaat. Ja. En manneke, ik ben al lang de baas niet meer van een BRT. Maar mag ik nou eens een vrijblijvende suggestie doen? Voor mensen die nog twijfelen, hè? Ja? Wat als ze dus eventueel zouden klaarmaken of naar binnen smijten op Kerstavond. Ja. Ik denk dat een kleine. Ik zing Jeroen Meus niet. Maar ik heb een kleine culinaire tip. Jij kent iets van moderne media, hè? Ja, zeker, meneer Goossens. Een oud fragment, dus het is een recept eigenlijk, het is dus een recept liggen, dus een oud fragment van Studio Brussel, van in de tijd dat Studio Brussel nog meer vintage was, zal ik maar, dat Studio Brussel nog geen filiaal was van Tomorrowland. Ja, van toen. Manneke, dat is gelijk een sms'ke, dat moet je ook vangen. Dus ja, ik ga het vangen. Dus fragment smijten, en het is dus een suggestie over wat je zou kunnen eten op Kerstavond. Zeg je het meer voor, manneke? Ja, ik snap het. Ja, goed, ja. Zeg, en blijven vreden. Manneke, dat is weetnieuws goed om te zien, hè. Ja, oké, dat is goed. Ja, maar dus, we moeten iets moderns doen dan nu, hè? Ja, dus ik smijt een audiologisch fragment. Ja? Ja? En het is een tip voor wat dat de mensen eventueel naar binnen zouden kunnen slagen op Kerstavond. Verstaat het, man? Het komt eraan, hè? Het komt eraan. Vangen! Ja, hoe is het? Was het dat? Was het datgene dat u wilde horen, meneer Goossens? Ja, dat was het aan de kutte kant. Het ging over een volledige. Music for Life.